Hallo iedereen, Bram Marzix hier. We zijn vandaag terug in Assassin's Creed Unity. En ja man, ik weet het, zei ik weer al even geleden dat we dit spel nog hebben gespeeld, maar ik ben nogal afgeleid geweest door andere games, gelijk Guns, Gore & Cannoli enzo. Maar ik dacht van, ik heb nog eens zin om deze te spelen, want ze hebben juist eigenlijk een teaser gereleased van de volgende Assassin's Creed. Ik denk dat Assassin's Creed Victoria was, als ik me niet vergis. Het kan wel zijn dat ik me vergis natuurlijk, maar ja. Vergeef mij daarvoor als ik mij al vergis. Maar ja, ze hebben dus al sinds net een teaser gereleased van de volgende Assassin's Creed. En als ik het niet vergis, zal ik het hier anders een keer linken in de beschrijving. Maar ja, nee, kans op 10 vergeet ik dat toch, dus ja, niet hopen. Je kunt het altijd zelf ook nog een keer opzoeken. Je kunt gewoon naar het kanaal gaan van Assassin's Creed. Maar ik zal mijn best doen om te onthouden om dat in de beschrijving te zetten. En wat de fuck moet ik er eigenlijk doen? Moet ik nu naar die kerel gaan of wat is dat? Want ik zit er nog altijd met die kutmissie van die fucking drie fonteinen en dat sukt echt. Ik zou die eigenlijk eens moeten doen. De voedselketen, koop spelen. Dus deze is gewoon een koopmissie of wat? Ja. Ik ga dat niet in mijn eentje doen, dat is dan nogal lonely. Een koopmissie in je eentje doen, natuurlijk gewoon niet. Omhoog parkouren en omlaag parkouren. Dat is nog altijd even wennen eigenlijk. Dat is het eerste Assassin's Creed waarin dat ze dat doen. En. What the fuck was dat zelfs? What the fuck was dat? Ik probeer hierover te gaan en plots sta ik daar op die stoel daar ofzo. Elg. Neem ik het er weer voor en hij springt er direct af. What the fuck is deze? Toch nog redelijk wat glitches in dit spel, precies, maar ja. Dat kan gebeuren. Hè. Staat er hier nog eens een kist of wat is dat? Interactie. Nice. Wat hebben we eruit gekregen? Iets goed, kom aan. 100 frank, denk ik dat dat is. Ik weet nog altijd niet of dat frank is of niet. Maar dat zal wel waarschijnlijk, hoop ik. Hoe gaan we daarover gaan? Daar is een brug. We zullen die maar gebruiken, zeker. Ik vind het kostuum van Arno eigenlijk wel bijruis als je daar zo een keer naar kijkt. Dat is eigenlijk wel nog nice. Ik vind vooral die kleur blauw beter dan als ik had gezien op posters en zo. In die kleur zoals die nu is, dat is eigenlijk echt wel een mooie kleur blauw. Vind ik toch wel, hè. Wat de fuck is dat eigenlijk allemaal daar? Die V op de map en... naar Versailles, wat moet ik daar gaan doen, man? Wat is deze? Een café, theater. Moet ik ook niet hebben. Hier staat nog iets, maar daar kan ik precies niet echt. Dat kan ik precies niet vinden. Die F. Dead Kings. Nee, dat heb ik niet, denk ik. En kan ik die kist openmaken of. Ja, precies wel. Hier zal wel iets beter in zitten. Dat ziet er zo'n speciale kist uit. Edward's meester slaapmoeder naar zijn outfit. Dat is wel nice. Geen idee waarom de fuck dat hij plots gewoon in een random kist zit, maar hey, what the fuck, we hebben het alleszins, hè. Maar ja, we gaan ons niet verder laten afleiden. We gaan onze missie hier voortzetten. Als ik al een missie heb. Hey, kerel, moet je dood ofzo? Volassen. Allee, ja. Wat had je mij nu tegen? Was dat? Misschien had hij niets bij heeft, hè. Verband en 3 frank. Of 7 frank. Of 2 maal rookboom. Ah nee, dat verband was 3 frank waard. Is dat. Dood de misdadigers. Oké, dat gaan we doen. Ah, wacht, zijn dat de misdadigers nu? Of ik dacht dat die hier in de verte waren. Maar ja, we gaan die gewoon even killen. Hè. Ah, what the fuck valt die kerel mij nu aan? Ik ben hier aan het helpen, het is weer niet goed, man. Fuck. Je hebt 2 van de 5 menigte evenement voltooid. Ja, hè? Parcours in dit spel is dus echt wel super nice nu. Met die omhoog en omlaag parcours, dat is alleszins wel veel gemakkelijker voor de speler. En die nieuwe movements, echt wel nice. Dat is echt wel nice. Dat is een van mijn standaardlijntjes. Dat wordt in echt wel nice en dat is geweldig. En eigenlijk zeg ik ook altijd veel. Dus eigenlijk is wel origineel moeten worden of zo. Hoe zeggen ze dat? Dat is wel wat anders, dat is wel wat onvoorspelbaar, dat is wel wat... En nee, was het ik zelf te zeggen, ik ga toch nooit onvoorspelbaar zijn. Ik ben redelijk voorspelbaar, denk ik, van mijn eigen. Wat de fuck ben ik nu eigenlijk over aan het zeven? We gaan hier gewoon met die missie beginnen, want anders komt hij echt niet goed. Ik denk dat deze missie was van dat we eens hebben gezien, een soort van trailer of zo. You're not an apprentice anymore, boy. So study your surroundings. Devise your own plan. Nu dat ik hier aan denk, moet ik nog altijd een winkel vinden waar ik wapens kan kopen. Als dat er hier al is in dit spel, dat weet ik niet.
target's unreachable. Out of the way. Move. Where the hell is Ducheneau? Oh. If you can't find a weakness to exploit, make one. You've secured the cathedral? Oui, monsieur. Good. Ik denk dat dit zo'n missie is waarin dat je meerdere opties hebt over hoe dat je die wilt aanpakken. You! Get back here with my keys! Thief! And if all other plans fail, why not sacrifice yourself for the cause, your life for his? Before Altair, that was the Levantine approach. You mean a dagger in broad daylight as I'm cut down where I stand? Sends a powerful message. I'll do it my way. Whatever you think best. Assassin. Ik ben blij dat hij mij eindelijk Assassin noemt in plaats van, wat was het ook alweer? Ik weet het niet meer, want het is echt zo'n kutnaam dat hij mij had gegeven. Vermoord Sivir of Sivert of whatever. Oké, dan gaan we dat doen, hè. Dat is van die drie fonteinen nog altijd zeker. Ja, dat boeit mij dus niet. Staat die kerel hier nu beneden of wat is dat? En die heb ik gewoon een rookbom gesmeten. Slim dan. Waar is dat uitroepteken naar? Ik heb geen idee. We gaan gewoon een keer gaan kijken. Moeten we... Steel. Oké, dan gaan we stelen. Voilà, gestolen. Medicijn ook. En dat is de fout. Ah, de sleutels van Notre Dame toch bemachtigd. Oké, nice. Dan moeten we die nog juist... Ja, die kerel heeft mij dus nu killen. Hoe moet ik hier eigenlijk naar binnen gaan? Ik denk dat ik hier wel eens Notre Dame beklommen heb en dat ik nu geen sleutel had. Die heb ik nu dus natuurlijk wel. Dus ik moet hier gewoon een deur zien te vinden. Ik hoop dat dat niet al te moeilijk zal zijn. Als ik een deur was, waar zou ik dan zijn? Alleszins niet hier van boven gaan ze op dak, maar ja, we gaan toch maar eens een keer kijken. Hè. Misschien dat we hier nog iets interessants vinden of zo. Daar is alleszins een trap, dus ik ga ervan uit dat daar wel een deur zou moeten zijn. Ja, verboden terrein, I don't give a fuck. Ja, daar was dus toch geen niks. Om hier te geraken moet je wel ergens, behalve als je parkoort, van binnen zijn gekomen. Dus op het einde van hier moet wel dus een deur zijn. Hoop ik toch. En waarom blijft mijn manneke zo fucking raar parkouren? Nee, nu kom ik hier eigenlijk gewoon aan de ganz andere kant uit. Hoe moet je dan geraken van buiten, allee, van binnen? Als je hier binnen zit, hoe moet je dan fucking geraken? Dat snap ik niet. Is er daar nog iets te doen ofzo? Ah, wacht, er staat een uitroepteken op mijn kaart. Dat kan misschien wel handig zijn. Ja, de deur zal daar wel zijn. Moeten we nog even daar zien te geraken. Hè. Goed dat die arm nooit goed kan klimmen. Of is dat mijn moordkans hier al? Joe. Voilà, we hebben een deur gevonden. Moeten we die nog juist kunnen openmaken? Wapen trekken, Arends oog. Ik zie dat er hier een deur is en ik heb sleutels. Laat me die dan gebruiken. Kom aan, dan meen je nu toch niet dat ik hier niets mee kan. Dit heb je niet meer. Ja, ik moet ik geen rookbom hebben. En met deze deur kan ik... Wat is deze voor bullshit, man? Met die andere deur kon ik geen kloot doen, met deze dan plots wel. Ik denk toen dat dat ongeveer dezelfde deur moet zijn, dat dat ongeveer dezelfde sleutel ook wel zal zijn. Hè? Ongeveer waarschijnlijk precies hetzelfde, maar ja. Allee, het voornaamste is dat we binnengeraakt zijn en die kerel nu dus gaan kunnen killen. Maar ik ga dat waarschijnlijk op de een of andere manier wel kunnen verneuken, dus ja. Moorden moeten worden uitgevoerd met het verborgen mes. Waarom de fuck moet dat? Hey! Fuck off, gij. Is die kerel nu echt niet dood? Ik weet niet meer hoe ik moet counteren, dat is afweren. Nee, Yse man. Ik ben Arno Dorian, bitch. En jij is dood. En daar is nog iemand.
Zie je wel dat moorden niet moeten uitgevoerd worden met verborgen mes? Ik heb fucking gewoon mijn zwaard gebruikt. Waar staat die kerel nu daar? Kan je niet gewoon naar beneden springen of zo vanaf hier? Ja, waarschijnlijk wel. Oké, misschien toch niet. En we hebben hem. Verlassen, dat was easy. Wait here. See them but not disturb. See there. Monsieur Latouche. I'm here to see the. Waarom krijgen we deze? Hoe krijgen we deze zelfs plots te zien? Als je iemand vermoord krijgt, krijg je zijn herinneringen of zo, was dat? En tegen de tijd dat ik deze gigant heb afgekeken, hebben al die guards dat daar stonden mij al lang vermoord waarschijnlijk, maar ja. Whatever. Allee, die kerel is dus dood en al die kerels zijn nu waarschijnlijk majorly pissed op mij, dus ik moet hier weg zien te komen. En ik heb natuurlijk geen rookbommen meer, want ik heb daar dus mijn laatste rookbom gebruikt. Dus ik heb geen idee hoe ik deze ga doen. Ik heb denk ik wel een plan. Je bent om... Ja, dat had ik nog niet door dat ik omsingeld ben. Dank u spellen mij dat te laten weten. Ik had hier misschien wel een plan. Het heeft met dit hier te maken. Kan ik doen wat ik denk dat ik kan doen? Ja, dat gaat gewoon. Ah, ik ben echt een pro, man. Nu moet ik nog Justine een uitweg zien te vinden. Interactie. Wordt dan nog niet... Waarom moet ik anoniem worden om door een raam te kruipen? Wat is dat nu weer voor zever? What the fuck is dat nu weer? Oh ja, je kunt niet door ramen kruipen als er mensen zijn die dat je zoeken. Ja, dat is logisch. Kan ik hier iets doen? Misschien dat ik zo naar buiten kan gaan. Kom waarschijnlijk van hier. Oh nee, als het van de andere kant is, kan ik die deur natuurlijk weer niet openmaken. Nou ja, dat zie ik ook al gebeuren. Kills vanuit schuilplaats. Waarom de fuck heb ik dat nodig? Ik kan hier gewoon weggaan. Dan laat geen alarm afgaan. Ja, ik weet niet of ze de alarm al hebben laten laden. En ik weet dat ik in een verboden gebied zit. Allee, makker, klim er eens uit. Is niet moeilijk. Hetzelfde manier als dat je erin bent geraakt, maar dan andersom. Voilà, hè. Nu zijn we er. Voilà, zijn missie geslaagd. Sequentie 3, herinnering 2, herinnering voltooid. Geen idee wat de fuck dat mijn beloning was, maar dat boeit niet. Een half ronde bijl, nice. Dus ik nog juist weten waar ik van wapen kan veranderen. I'm here, Bishop. That's a server sweep. Abstergo's looking for you. And they're close. What the fuck gebeurt er allemaal? Hey, come on, it's me. Already on... We gaan weer teruggezonden worden naar de echte wereld waarschijnlijk. Find the portal and pass through before the sweep finds you. Got it, go. Do you see it? Sweep niet stijgen. Oké, nee, dat was gewoon slecht. Spring van de ene Helixurf naar de andere. Waar de fuck moet ik zijn? Ik ga naar de poort. Welke poort? Waar staat die poort? Ik zie het niet op mijn kaart aangeduid. Kaart, update. En dan onderzoek de fonteinen. Moet ik geen fonteinen hebben? Waar moet ik hier nu zijn of wat is deze? Oh nee, ik ga doodgaan. Nee. Jij gaat mij niet raken. Ik moet naar de poort gaan, maar ik heb totaal geen idee waar de fuck dat die poort is. Of is daar te doen, want dat zijn die drie fonteinen natuurlijk. Ik zou die missie van die drie fonteinen echt moeten doen, want dat is schijte irritant. Maar ja, we gaan naar de poort. We zullen maar naar de groen bolletje gaan. Is het open dat hier te doen is? Anders ben ik majorly nagekloot, want... We gaan niet gewiped worden anders. Daar is hij al, ga dan. Dan moet ik hier gewoon inspringen ofzo, of wat is dit? Go, go, free falling! Is dit portal ofzo, what the fuck? Dat is ook de eerste keer dat ze met een animus zo van die server bugs hebben ze, man. Eerste bloed vergoten, alles, merci. Aangezien dat daar een 3 keer in die interface stond, denk ik dat we aan sequentie 4 kunnen beginnen. Hashtag deductie.
Hashtag ik ben zo slim. Hashtag kappa. Hashtag ik gebruik te veel hashtags. Hashtag ladingscreens. Wat was dat nu weer? Ladingscreens in plaats van loadingscreens of laadschermen. Ladingscreens, ja, whatever. Je snapt wel wat ik bedoel, hè. Allee, we kunnen voort. Ik hoop dat ze ons nu wel eens een schuilplaats geven waar we van wapens kunnen veranderen of een wapenwinkel of zo. Want het is eigenlijk wel nodig. Het zijn fucking spoken of wat? Gaan we nu ook Ghostbusters spelen? Eerst Portal, nu Ghostbusters, what the fuck? Ja, dit heb je niet meer, gaan naar de winkel. Als je me nu eens laat zien wat er hier winkels zijn. Serieus, de Eiffeltoren staat hier. Ik dacht dat deze alleen maar eind 18e eeuw ging zijn, dit spel, of begin 19e eeuw. Oh, is deze nu ook al instabiel? What the fuck hebben ze met deze Assassin's Creed gedaan, man? Ah shit, nee. Hoe de fuck moet ik hier nu weg raken? Hier naar beneden gaan of wat? Ja. Ga het ondergrondse metrostation in. Geen idee waarom de fuck dat het daar in de rugletter staat, maar dat maakt niet uit. Ik denk dat we nog wel te langs hier moeten gaan. Ik hoop dat we nog wel te langs hier moeten gaan. Wat de fuck gebeurt hier allemaal? Kijk daar, een trein van 7 uur. Die moet ik even helpen. Fuck. Ik zal langs hier moeten gaan. Parcours zeker? Ah ja, waarom niet? What the fuck? Dat had ik nu echt wel niet zien aankomen. Ah ja, maar dat is juist allemaal in de trailer staat te zien dat ik ook al zo bepaalde stukken van de toekomst eigenlijk niet zie. Kan ik hier gewoon op die trein spelen? Nee, dat gaat niet. Langs waar is het dan? Langs hierboven gewoon nog altijd? Kan ik hier de... Ja, nee. Nee, dat gaat niet gaan. Hoe moet ik hier terug boven geraken? Nee, dat gaat ook niet. Langs deze kant? Nee. Ik ga me gewoon laten killen, denk ik. Allemaal part of the plan. Ik zag geen andere uitweg meer. Ik moest dit wel doen. Oké, ladingsscherm. Uitgang van de metro. Zitten we nu toch terug beneden? Ah, we zitten hier. We kunnen hier gewoon terug door die deur gaan en een keer kijken en nu naar waar we moeten gaan. Geen idee naar waar dat is eigenlijk. Maar waarschijnlijk niet hier. En dan naar hier. Palassen hebben we geraken er wel. Wat hangt er hier eigenlijk? Oké, niks dus. Zal hij toch niks dat we kunnen lezen? Ik dacht misschien een easter egg of zo, maar blijkbaar niet. Ik dacht dat we in Parijs zaten, maar nu dat ik erover nadenk, is het danger zeker in het... Ja, danger de chute. Ja. Echt van, ik kan een keer slim zijn. En dat staat hier in het Engels geschreven. Nee, het is nog altijd in het Frans. Niet hopen dat je beter bent als het spel, Bram. Niet hopen. Oh, dat is wel nice. Ah, shit. Oh, niet in de trein. Lopen, kom aan, lopen. Parcours. Wat doet al die shit hier zelfs? Waarom zou er niet een trein rijden als al die shit hier in de weg staat? What the fuck? En dat die dingen mij al lang niet ingehaald hebben, maar ja. Maakt niet uit, we leven nog, dat is het voornaamste nu. Ook al hebben we totaal nog altijd geen idee wat de fuck dat we nu eigenlijk doen. Doe mij terugdenken aan mijn ontsnappingsshooter van daar juist uit de... Wat? Moet ik nu echt op dat vrijheidsbeeld gaan klimmen? Oké dan. Wind. Zoek dekkingen om niet geraakt te worden door ontvliegend puin. Dank je spel. Ja.
daarvoor wil ik dus moet oppassen. Maar de wind is nu terug even weg, dus we gaan gewoon even gaan. Het is terug. Kan ik mij erachter zetten? Ik moet mij erachter zetten. Dekking. Dekking is op kruisje. Ik dacht dat daar één was. Ik stom ben. Ik denk dat ik op die kraan ga moeten krapen. Lijkt me toch het meest logische. Allee, ja, logisch. Niet dat deze hier echt logisch is ofzo, maar je weet wel. Je weet wel. Voilà, ze zijn nu nog even tot boven geraken en dan is dat hier allemaal in de chakotje. Dan kunnen wij terug naar de vorige eeuw gaan. Kunnen wij terug daar hardcore parkour gaan doen. Kunnen we echt langs daar gaan. Oké, dan. Ah, shit. Het is wel hier allemaal convenient geplaatst. Hoe moeten we nu doorgeraken? Ja, naar daar dus. Oké. Ja, shit. Sneller nou? Ja, voilà. Is gewoon gevlogen, man. En hier even een mooie shot van Parijs met tutorial scheur. We zullen dat een scheur noemen. Met wat ballonnen, met vuurwerk, met Eiffeltoren, met het vrijheidsbeeld. Dat is de eerste serverbug dat we hier gedaan hebben. Dat is eigenlijk wel nog apart. Ik weet eigenlijk niet of ik dat wel nice vond. Want dat is eigenlijk gewoon een parcours, maar in dat zo een andere eeuw. Dus eigenlijk alsof dat je een assassin door de tijd stuurt. Wat dat vrij fucked up is eigenlijk. Want hoewel het spel niet echt al te logisch is met al die Leap of Fates en zo, is het wel grotendeels historisch correct, denk ik. Daar heb ik eigenlijk geen idee van, maar fuck geschiedenis. Maar ja, ik moet hier terug wel zeven, want we zitten hier in een laadscherm. En daar kijken we alle twee niet graag naar. Dus ja, ik moet het wel doen. Ik heb gewoon geen keuze. Ik moet hier zeven, want het is een laadscherm. Een ladingscherm. Of was eigenlijk er juist? Een laadscreen, denk ik. Ja, dit is een laadscreen. Komt er nu nog een loading bar erbij? What the fuck is deze? Alles, ik denk dat die alleszins nu gefixt is. Alarmbel in dit gebied. Ja, I don't give a fuck. Zijn ze nu echt iemand aan het verbranden? And we're back. Not everyone is so fortunate their first time through a bridge. Sometimes our initiates are trapped in the system and we have no choice but to send someone like you in to rescue them. In fact, one of our initiates is caught in a Bellapox server right now. If you're not too exhausted, you can re-enter the bridge and rescue. Oké, en waarom moet ik hier in slow motion lopen? Gewoon om te luisteren naar wat de fuck dat hij aan het zeggen is. Verken verhalen van Parijs of misschien zijn scheuren om geld te verdienen. Waarom krijg ik geld van scheuren te dichten? What the fuck is dat nu weer? Betere wapens en uitrusting kosten meer geld. Ah ja, maar waar zijn de fucking winkels? Zeg maar dat ook eens. Weer gaan we filter. Oké, wacht. We gaan een keer naar die kaart kijken. Legenda. L3. Dat is deze knop. Winkel. Winkel. Maar hebben we nu alleen maar dat? Enigma van Nostradamus. What the fuck is dat zelfs? Maar ja. Dat weet ik. Het zal wel gewoon winkel zijn dan zeker. Ik heb geen idee. Ik heb echt totaal geen idee. Ik weet alleen dat mijn PC hier plots... Ah nee, dat is mijn PlayStation die zo'n eigen aan het blazen is plots. Geen idee waarom. We gaan een keer naar de map gaan. Hier is een winkel. Geen idee of dat hij een dichtbijzijnde is. Hij zal alleszins wel dichtbij zijn, denk ik. Wel zien, maar 20 meter, al ja. Moet nog geen taxi vernemen ofzo. Dus ja, we gaan een keer zien wat hij nu eindelijk iets deftig heeft. Verbruikbare voorwerp moet ik niet hebben. Vaardigheden. Waarom zou ik hier vaardigheden willen kopen? Ik wil gewoon fucking wapens kunnen komen. Uitrustingsschema, dat is het. Dat moet ik hebben. Eenhandig. In bezit. Dat is mijn wapen nu zeker. Deze is precies beter. Dat is ook nog altijd beter. Oké, wat is zo het beste dat ik hier kan hebben? 200.000 frank. Hekken. Ik ga dat niet hacken. Ik heb geen idee wat dat hacken is, maar dat lijkt me nogal van die bullshit dat ik eigenlijk niet wil hebben. Dat heb ik nog altijd niet geunlocked. Deze kost fucking veel te veel weer al. Want dat ding doet precies wel godverdomme veel damage. Oké, dat moet ik hebben. Deze kost allemaal veel te veel geld. Um,
5000 heb ik zelfs niet. Ik heb maar... Nee, ik weet niet eigenlijk niet hoeveel dat ik heb. Ah, dat staat er boven. Bijna 3000. Dus, ik ga mij... Die kostte evenveel, maar toch is deze veel beter dan die andere. En dat is zowat hetzelfde. En dat is ook hetzelfde. En dat is natuurlijk beter, maar ja, dat kost ook weer schijt veel meer. Ik ga deze zwart kopen. Ja, ik ga me dat kopen. Kan ik nog andere wapens kopen? Ook lang. Wil ik een lang wapen? Dat is de vraag. Wil ik een lang wapen? Hey, ik heb natuurlijk wel een lang wapen, maar... Nee, oké, dat was echt de slechtste grap ooit. Waarom maak ik altijd van die slechte grappen? Maar ja. Whatever. What the fuck is deze zelfs? Zwaardstaf. Dat moet ik niet hebben. Nee, dat ziet er echt wel shit uit. What the fuck? Dat is precies een godsoort of zo van RuneScape. Holy fuck. Nog zo'n godsoort. Nee, dat moet ik nu ook eigenlijk nog niet hebben. Een halfronde bijl, dat is hetgeen dat ik daar juist heb gekregen, maar ja. Pistolen. Je moet waardigheid afstandswapen hebben om dit wapen te kunnen gebruiken. Ja, dat heb ik dus niet. Daarvoor moet ik... Wow! Fucking wow, what the fuck is deze? Dat is lelijk, maar 5 kogels. 5 fucking kogels. 5 fucking kogels, amai. En deze misschien zelfs nog meer. Je goed al 8 gaatjes zie ik hier, amai. Als je er 8 kogels uit kan afvuren, dan moet er ook wel zwaar over gaan. Gouden pistool. Dat is al sinds niet snel, deze heeft wel een super hoge snelheid. Ik denk dat deze nog zo wat beste wapen is misschien. Maar ja, we gaan dus alleszins die vaardigheid nodig hebben en ook wat meer geld. Geweren, ja, dat kan ik waarschijnlijk ook allemaal niet betalen, want ik ben natuurlijk super arm. Een guillotinegeweer, what the fuck is deze? Een guillotinegeweer. De danser, de adelaar. Al die namen. Dead Kings heb ik hiervoor nodig, ja, dat heb ik dus ook niet. Boosts en koopvaardigheden. Uitrusting kan misschien handig zijn. Kleuren. Wie kan er de kleuren hebben? Eigenlijk niet, hè. Ik vind meestal eigenlijk die standaardkleuren van die outfits het meest nice. Nou ja, bijvoorbeeld op wat trekt deze? Een kabouter of zo. Ik pijs het niet, hè. Hoofd. Wow, dat is wel zo'n een Assassin's Creed hoed, denk ik. Dat is wel nog bijraad. Oké, wat is het duurste dat ze hier hebben van heel die winkel? Nou, die, dat is nog saval, denk ik eigenlijk wel. Legendarische legerkap. Oké, nee, ik moet niet van die veren hebben. Dat is gewoon... Nee, ik ga het woord zelfs niet gebruiken. Niks bijzonders eigenlijk. Ik ga het gewoon houden bij die standaard set. Dan hebben ze outfits. Altair, Ibn La'ahad. Vereist een helixgeurmissies. Moet ik dat nu echt doen? Wat, Bellex? Heb ik dat al niet? Is dat in een outfit dat ik nu draag? Ah ja, maar ik kan er gewoon nog niet zien waarschijnlijk. Dat is van Shay van Rogue. Connor, ziet er eigenlijk wel nog grappig uit op deze manneke. Edward, Ezio. Wacht er van, weet ik veel wat. Arnos, bla bla bla. Thomas. Rover, Napoleon. Hij is er een masker. Ja, dat moet ik allemaal niet hebben. We gaan gewoon houden bij wat ik nu heb. Ik heb wel sinds een nieuw zwaard kunnen kopen, wat dat wel nice is. Maar ik denk eigenlijk dat deze is waarbij ik het ga laten voor deze video. Want mijn vorige video was gelijk 50 minuten lang of zo. En dat moet ik nu zeker niet meer hebben. Ik denk dat we nu iets van een half uur van gameplay hebben of zo. Dus ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Als je dus vergeet dan zeker vast niet deze video te liken. Mijn naam is BramRazix en ik zie jullie graag volgende keer weer. Tot ziens!